Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik iedereen in deze dienst van harte welkom. In het bijzonder verwelkomen wij de gasten onder ons. Ook verwelkomen wij iedereen die de dienst volgt via het internet. In deze dienst gaat Andries Visser voor. Het orgel wordt bespeeld door Jan Smit. Volgende week gaat Egbert Smit voor. Dan zullen we ook brood en wijn met elkaar delen. In deze dienst zal Kees het orgel bespelen. Deze morgen is het eerste advent. Wij zullen de adventskaars aansteken en stilstaan bij de komst van onze heiland. De diaconiecollecte is bestemd voor de Stichting India. Deze stichting bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood. Als u een gift over wilt maken aan de diaconie of kerkvoogdij, kunt u het bankrekeningnummer achterop de orde van dienst vinden. Wilt u wel duidelijk aangeven waarvoor het bestemd is. Aanstaande vrijdag is er gemeenteavond. Wilt u deze avond uw liedboek meenemen? Na de dienst is er koffie of thee op het koor. En wij wensen u allen een goede en gezegende dienst.
Gemeente, onze hulp is in de naam van de Heer. Hij blijft trouw, altijd. De Heer zij met jullie, met zijn genade en vrede. We verootmoedigen ons voor God. Zie toch, aan alle zijden plant zich het onrecht voort. Het bloeit haast ongestoord. En niemand komt tussen beiden. Dat gevoel bekruipt ons. Als we om ons heen kijken en soms ook in die kleine wereld waarin we zelf leven, maar zeker in die grote wereld. Breng ons dan tot rust in dit moment van bezinning om te verstaan wat goed is, wat het goede leven betekent. Amen. We steken vandaag de eerste kaars van Advent aan en dat doen we terwijl we een klein lied zingen wat daarvoor geschreven is, 461.
Laten we samen bidden. Heer onze God, op deze eerste zondag van Advent. Verwachting. Wat verwachten we eigenlijk? Het is goed om ons dat af te vragen. Bij onszelf te komen en ons te realiseren, verwachten we nog eigenlijk wel wat? Waar zien we naar uit? Wat verwachten we voor deze wereld? Want als wij mensen van verwachting zijn, dan bepaalt dat ook ons leven. Dan heeft dat invloed op hoe we er zijn. Help ons daarbij door uw geest om vrije mensen te zijn. Om mensen te zijn die aangeraakt zijn door dat licht van Advent. En die zich in hun leven ook laten aanraken. Dat bidden we u ook voor deze morgen. Dat we ons laten aanraken door het woord dat tot ons komt. Dat we ons laten aanspreken. En dat we, wetend van wat er omgaat in onszelf en in deze wereld, zoeken naar dat licht. En dat licht ook willen verspreiden. Amen. Bij de opening van het woord. Als we uw woord openen, laat dat woord dan zo helder zijn dat het ons kan verheugen, dat het ons richting wijst, dat het ons bemoedigt, dat het ons dat geeft wat we nodig hebben. Amen. Het is vandaag dus de eerste zondag van Advent en het thema is voorlopers. En ik dacht bij die voorloper natuurlijk aan Johannes de Doper, maar toen dacht ik ook aan die geschiedenis van Zacharias en Elisabeth. En ik vond het eigenlijk een prachtig begin van de Advent. We lezen uit Lucas 1, de versen 5 tot 25 en 57 tot 64. Er was in de dagen van Herodes, de koning van Judea, een priester, die Zacharias heette. Hij behoorde tot de afdeling van Abia en zijn vrouw was uit de dochters van Aaron. Haar naam was Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden en richtlijnen van de Heer onberispelijk. En ze waren kinderloos, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en ze waren beide op gevorderde leeftijd gekomen.
En dat gebeurde toen hij de priesterdienst voor God verrichtte in de buurt van zijn afdeling, dat hij door het lot werd aangewezen, volgens de regel van de priesterdienst, om de tempel van de Heer binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En de hele volksmenigte was buiten in gebed op het uur van het reukoffer. En hem verscheen een engel van de Heer, staande aan de rechterzijde van het reukofferaltaar. En Zacharias ontroerde bij dat gezicht en vrees beving hem. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bevreesd, Zacharias, want je gebed is verhoord en je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je zult hem de naam Johannes geven. En blijdschap en vreugde zal jullie deel zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heer. En wijn en sterke drank zal hij niet drinken. En met de Heilige Geest zal hij vervuld worden al vanaf de schoot van zijn moeder. En velen van de kinderen Israëls zal hij bekeren tot de Heer hun God. Hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten van de vaders te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid van de rechtvaardigen. Om voor de Heer een wel toegerust volk te bereiden. En Zacharias zei tegen de engel: waaraan zal ik dat weten? Want ik ben al oud en mijn vrouw is ook al op gevorderde leeftijd. En de engel zei tegen hem: ik ben Gabriel, die voor Gods aangezicht sta. En ik ben uitgezonden om tot jou te spreken en je deze blijde boodschap te verkondigen. En zie, je zult zwijgen en niet kunnen spreken tot de dag dat deze dingen gaan gebeuren, omdat je mijn woorden niet hebt geloofd, die op hun tijd in vervulling zullen gaan. En het volk stond buiten op Zacharias te wachten en ze verwonderden zich erover dat hij zo lang in de tempel bleef. Toen hij dan naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken en zij begrepen dat hij in de tempel een gezicht had gezien. En hij wenkte hun toe en hij bleef stom. En toen de dagen van zijn dienst vervuld waren, vertrok hij naar zijn huis. En na die dagen werd Elisabeth, zijn vrouw, zwanger. En ze verborg zich 5 maanden. Want, zei ze, dit is wat de Heer aan mij gedaan heeft in de dagen waarin hij naar mij omkeek om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Toen voor Elisabeth de tijd vervuld was dat ze baren zou, bracht ze een zoon ter wereld. En haar buren en nabestaanden hoorden dat de Heer zijn barmhartigheid aan haar had groot gemaakt. En ze verheugde zich met haar. En toen de 8e dag was aangebroken, kwamen ze om het kind te besnijden. En ze wilden het naar de naam van zijn vader, Zacharias, noemen. Maar zijn moeder zei: nee, hij moet Johannes genoemd worden. En ze zeiden tegen haar: er is toch niemand in jouw familie die die naam draagt? En ze beduidde zijn vader dat hij beslissen zou hoe hij het kind genoemd wilde hebben. En hij vroeg om een schrijftafeltje. En hij schreef deze woorden: Johannes is zijn naam. En ze verwonderden zich allemaal. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak God lovende. Thank you.
verhalen. Daar is de Bijbel vol van. Menselijke verhalen. Verhalen waardoor je je laat meenemen, of niet natuurlijk. Verhalen die ook meer zijn dan alleen maar verhalen. Ze willen je niet iets wijsmaken, maar ze willen je wijsmaken. Het gaat bij die verhalen om wijsheid, levenswijsheid. Lucas vertelt zijn verhalen na alles, zo zegt hij, nauwkeurig te hebben nagegaan. Opdat jullie zullen inzien dat het hier gaat om betrouwbare woorden van onderricht. In het gelezen gedeelte geeft hij eerst een korte inleiding op het verhaal dat hij gaat vertellen. Hij tekent als het ware de contouren. Het verhaal geschiedt. Het vindt plaats in de dagen van Herodes, Herodes de Grote, koning van Judea. De koning die in Jeruzalem een indrukwekkende tempel heeft laten bouwen. Ten tijde van Jezus waren ze er, zo lezen we, al 48 jaar mee bezig om hem steeds mooier te maken. En in die tempel deden de priesters dienst, bij toerbeurt. Er waren 24 dienstgroepen. En de achtste was die van Abia. En u hebt gehoord, hij hoorde tot de afdeling van Abia. Nou, dat kun je allemaal nalezen in 1 Kronieken 24. Dus dat is voor thuis. Om beurten kwam zo'n afdeling dan naar Jeruzalem om, meestal een maand lang, de dienst in de tempel te vervullen. Dat betekent natuurlijk dat zo'n groep priesters eens in de 2 jaar aan de beurt was. Daarna gingen ze dan weer naar de plaats waar ze vandaan kwamen. Want daar had elk van hen een belangrijke functie. Vaak in de synagoge of het leerhuis. En ook bij de plaatselijke rechtspraak. Bij de kleine en de grote conflicten die er ook toen in de wereldse en de godsdienstige verbanden altijd weer waren. Dan moest er een uitspraak gedaan worden. Als nu zo'n groep, zo'n afdeling dienst had in Jeruzalem, dan werd er, en zo lezen we dat hier bij Lucas ook, dan werd er geloot wie op een bepaalde dag het reukoffer op het altaar in de tempel mocht ontsteken. Nou, dat is het raam. Goed, daar is dan die priester Zacharias. En hij is getrouwd met Elisabeth, die ook uit een priesterfamilie komt. Ja, staat er, zelfs uit het nageslacht van de eerste grote hoge priester, Aaron, de broer van Mozes. Ze was uit de dochters van Aaron. Die twee mensen waren beide, zo staat het er, rechtvaardig voor God. Tzadikim, zeggen ze dan bij de Joden. Rechtvaardigen. Ze leefden volgens alle geboden en richtlijnen van de Heer onberispelijk. Wat moet je je daar nou bij voorstellen? Maak daar nou vooral niet iets op afstand van. Zo van, oh ja, van die wat vrome lui. Dat heeft de nieuwe Bijbelvertaling er eerlijk gezegd wel van gemaakt. Ze vertalen, en dat zeg ik dan maar even tussen aanhalingstekens in dit geval, ze vertalen, beide waren vrome en gelovige mensen. Ja, dan ben ik dat, alle geboden en richtlijnen, toch een beetje kwijt. Want wat hier staat is heel praktisch en heel concreet, dat je leeft volgens de goede regels van het goede leven.
Ieder van ons weet uiteindelijk wel. Hoe meer je je verdiept in wat Jacobus de koninklijke wet noemt, daar hebben we het al eens over gehad, hoe meer je die goede regels en richtlijnen eigen maakt, hoe blijer je dat maakt. Want het goede leven is niet een zuchtend leven. Het is een goed leven, een zorgvuldig leven. En er is niets mooiers dan dat. Dat wordt dan een leven waar je zo aan gehecht raakt dat het je in zekere zin heel gemakkelijk afgaat. Neem een simpel voorbeeld. Stel, je vindt het een goede zaak en je hebt er jezelf aan gewend om iedere dag te beginnen met een kwartier stil te zijn. En misschien ook iets bezinnends te lezen. Dan raak je daar zo aan gehecht dat het je helemaal niet moeilijk valt dat iedere dag te doen. Kijk, zolang regels iets van verzet in je oproepen, is het moeilijk om je eraan te houden. Dat kun je het leukst aan pubers zien, hè? Maar alle mensen blijven een beetje pubers. Maar als je de regels werkelijk beaamt, als je ze van harte onderschrijft, dan wordt het allemaal aanmerkelijk eenvoudiger. Als je ze beaamt, dat schreef ik op en ik dacht, mooi woord eigenlijk, beamen. En ik zocht het even op. En ja, wat ik al vermoedde, zonder daar ooit dieper over te hebben nagedacht, beamen, het betekent heel simpel, amen op iets zeggen. Dat betekent beamen, amen op iets zeggen. Ermee instemmen en wel van harte. Amen heeft in het Hebreeuws te maken met betrouwbaar. En dan zijn we meteen weer bij die inleiding van Lucas. Opdat je de betrouwbaarheid zult inzien van de woorden waarin je onderricht bent. Het waren rechtvaardige en waarschijnlijk nogal onopvallende mensen, die twee. Maar er wordt ook een schaduwkant van hun leven belicht. Ze hadden geen kinderen. En dat hadden ze wel graag gewild. Ze hadden er ook om gebeden, zo horen we even later. Wel, dat is een oud thema. Dat allerlei echo's uit de schrift doet opklinken. Sara en Abraham. Rachel en Jacob. Hanna en Elkana. En noem ze maar op. Ook deze twee hadden de hoop ondertussen opgegeven, want beide waren ze al op gevorderde leeftijd. Niet heel oud, want je deed als leviet of als priester dienst tot je 50ste en daarna alleen op vrijwillige basis. Dus laten we maar aannemen dat Zacharias ergens tussen de 50 en de 60 was of zo. En juist hij wordt nu, terwijl hij met zijn afdeling dienst heeft, ingelood. Hij wordt ingelood om het reukoffer te mogen brengen. Ja, en terwijl hij dat doet, staat daar ineens een bode van de Heer. Aan de rechterzijde van het altaar. Dat is grappig nauwkeurig. Hè? Hij stond aan de rechterzijde, daar stond hij. Oké. Die bode, zo horen we even later, blijkt niet de eerste de beste. Het is de engel Gabriel. Zacharias raakt ontroerd en hij schrikt. Nee, schrik maar niet, wordt er tegen hem gezegd. En dan hoort hij de boodschap van die bode, een compacte boodschap. Korter kan het haast niet. Zacharias, je gebed is verhoord en je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren. En je zult hem de naam Johannes geven. Je zou denken dat slaat in als een bom. En in zekere zin doet het dat ook. Want er wordt nog van alles bijgezegd. Allerlei woorden die voor Zacharias weer een veelheid van echo's uit de schrift
oproepen. Geen wijn en sterke drank zal hij drinken. Het zal dus een Nazireër zijn. Een aan God gewijde. Met de Heilige Geest zal hij vervuld zijn al vanaf de schoot van zijn moeder. Een profeet dus. Hij zal erop uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Wat? Elia? Die zou komen voordat de dag van de Heer aanbreekt. En wat zal hij gaan doen? Hij zal de harten van de vaders tot de kinderen doen keren en voor de Heer een wel toegerust volk bereiden. Nou, dat alles, dat lees je allemaal bij de profeten van Israël. Zacharias is perplex. En hij vraagt om een teken. Waaraan zal ik dit weten? Woorden die ook weer een echo bevatten. Van vergelijkbare woorden uit de mond van Abraham. Als hem een lijfelijke zoon van Sara wordt beloofd. Wat hij niet kan geloven. In Genesis 15. En Abraham krijgt een teken. En Zacharias voegt er ook nog dit aan toe. Ik ben al een oudste. Dat waren de mannen die in de poort van de stad waar ze woonden konden worden opgeroepen om recht te spreken. En mijn vrouw is ook al van gevorderde leeftijd. Alles goed en wel dus. Maar dat, een kind van Elisabeth en mij, dat gaat niet meer gebeuren. Geef mij een teken. Nou, en dan moet je iets van de humor gaan proeven. Zacharias zegt, ik ben een oudste. En vervolgens zegt die bode, en ik ben Gabriel. En dat teken, dat krijg je. Je zult niet kunnen spreken tot de dag dat deze dingen gebeurd zijn. En weg is die bode. En Zacharias merkt natuurlijk meteen dat hij niet meer spreken kan. Hij gaat naar buiten, waar het volk al vreemd lang heeft moeten wachten. Ze verwonderden zich, zo schrijft Lucas, dat hij zo lang in de tempel bleef. Hij gebaart wat met zijn handen, maar spreken kan hij niet. En eigenlijk weer heel grappig, staat er dat zij begrepen dat hij in de tempel een gezicht, een visioen had gezien. Hij moet op een of andere manier iets dramatisch hebben uitgestraald in dat gebaren met zijn armen. En dan maakt hij blijkbaar nog rustig zijn diensttijd daar in Jeruzalem uit. Want er staat, toen de dagen van zijn dienst vervuld waren, vertrok hij naar huis. En als hij dan weer thuis is, dan wordt Elisabeth zwanger. En ze verbergt zich 5 maanden. Daar heb ik natuurlijk over na zitten denken. 5 maanden. Wat is er in een zwangerschap na 5 maanden? Nou, iedereen die het heeft meegemaakt, die weet het wel. Na 5 maanden is het niet meer te verbergen. Die buik die groeit. En na 5 maanden is het heel duidelijk te zien. 5 maanden blijft ze in en rond het huis. En op zekere dag gaat ze naar buiten, de straat op. En de mensen zien haar lopen. Daar in dat stadje in het bergland van Judea. En ze zeggen, hey, zie je dat? Elisabeth, ze lijkt wel zwanger. Moet je er zien lopen? Kijk mij eens. En thuis, hij zwijgt. Af en toe kijkt hij naar haar, legt zijn armen om haar heen en staat even tegen die buik aan.
neemt haar gezicht in zijn handen en drukt een zoen op de lippen. 9 maanden zwanger en 9 maanden zwijgen. Die priester, die toch ook een soort dominee is, die moet leren zwijgen. Leren zwijgend van de dingen te genieten. Wij kunnen in dat zwijgen vaak alleen maar iets negatiefs zien. Maar iemand als Pythagoras, de beroemde Griekse filosoof, die liet zijn leerlingen 3 jaar zwijgen. Aan het begin van hun opleiding. En van God staat er dat als de toekomst daar is, als hij koning zal zijn in Sion, dan zal hij zich over jullie met vreugde verblijden en hij zal zwijgen in zijn liefde. Zo staat het er bij de profeet Zefanja. Zwijgen in zijn liefde. Wel nu, daar heeft Zacharias alle tijd voor gekregen. 9 maanden lang. 40 weken zwanger en 40 weken zwijgen. En dan? Dan komt het kind. Toen het tijd was om geboren te worden, als Elisabeth uitgeteld is. En op de 8e dag komen ze het besnijden. Wordt het kind in het verbond van Abraham opgenomen. En dan krijgt het ook zijn naam. De naam waarmee hij geroepen zal worden. En de mensen zeggen, hij gaat natuurlijk Zacharias heten. Zeker nu ze er al zo lang op hebben moeten wachten. En veel meer kinderen zullen er niet komen. Dus dit is de gelegenheid om deze zoon naar zijn vader te noemen. Nee, zegt Elisabeth, hij gaat Johannes heten. Dat had Zacharias haar met zijn schrijftafeltje wel duidelijk weten te maken. Het was de naam die de bode genoemd had. Johannes, zeggen ze tegen haar. Maar zo heet toch niemand bij jullie in de familie? En toch gaat hij zo heten, zegt Elisabeth. Maar dan vragen ze het aan de vader. Ze vinden dat hij de knoop maar moet doorhakken. En hij schrijft het op. Johannes is zijn naam. En meteen kan hij spreken. En hoe? Hij looft God. De psalmist zegt ergens dat zwijgen lof is voor God. Maar vanuit het zwijgen wordt de lof aan God blijkbaar ook geboren. Wat Zacharias dan zegt, dat is stof voor een andere keer. Wij denken tenslotte nog een ogenblik na over dat zwijgen. Zwijgen. Het is weliswaar een voorrecht om te kunnen spreken, maar daar volgt nog niet uit dat het geen kunst zou zijn om te kunnen zwijgen. Of dat dit een onbelangrijke kunst zou zijn. Dat zegt Kierkegaard in een van zijn toespraken. Integendeel, juist omdat de mens kan spreken, juist daarom is het een kunst om te kunnen zwijgen. Maar die kunst om stil te worden, dat is wel het begin. Als het om je innerlijke leven gaat. Want juist als je stil wordt, schep je de mogelijkheid om te kunnen horen. De stilte is de tijd van de innerlijke onderwijzing. Als het je tenminste lukt om alle andere geluiden, al het andere buiten te sluiten. Radio en televisie, iPhone en computer en alle andere stemmen en indrukken. En dat is niet zo gemakkelijk. Want, zegt Kierkegaard ergens, het is veel gemakkelijker om naar links en naar rechts te kijken
dan om bij jezelf naar binnen te kijken. Want juist als er veel verstrooiing is, hoe vind je dan tijd en concentratie om jezelf te verstaan? In de stilte ligt de mogelijkheid om tot mezelf te komen en daarmee tot God. Het zwijgen biedt me de mogelijkheid tot me te laten spreken. Als het om God gaat en om het zoeken van God, waar moet je dan zoeken? Wel, naar die plaats hoef je niet op zoek te gaan. Want die plaats is juist heel dichtbij. Die plaats, dat ben je zelf, zegt hij. Maar dan moet ik wel leren zwijgen. Het zoeken van de stilte en het zwijgen, dat blijft mijn hele leven een leerschool, een dagelijks terugkerende oefening. Wees stil, mijn ziel, tot God je Heer. We zullen het straks, de psalmist, nazingen. Amen.
We gaan samen danken en bidden. Heer onze God, geef dat we ons met ons eigen leven durven spiegelen in dat van Zacharias en Elisabeth. Misschien hadden ze de hoop opgegeven, dat was duidelijk. In ieder geval op het krijgen van een kind. En misschien hebben wij de hoop opgegeven op dingen die we niet meer verwachten. En wek dan hoop in ons en verwachting. Omdat deze wereld uw wereld is. En uiteindelijk niet onze wereld. Ook al doen we net alsof. En ook al gaan we ermee om op een manier waarvan we allemaal weten dat het niet verantwoord is. Maar help ons te komen bij naar alle geboden en richtlijnen te leven onberispelijk. En niet als een zuchtend leven, maar als een vrolijk leven, als een goed leven. En wat is er beter dan een goed leven? We bieden u voor de wereld waarin wij zijn, onze omgeving, de plaats waar we wonen, de provincie waar we wonen, ons land, maar ook deze wereld waarin het onrustig is. Schenk vrede, Heer. En schenk in de mensen die leiding geven een geest van bezonnenheid en bezinning. We bidden u voor onze gemeente. Voor mensen die ziek zijn. Voor mensen die droefheid hebben, verdriet. We bidden u dat u hen opbeurt en dat u ons ook geeft om naar elkaar om te zien. Juist in die kleine gemeenschap die we met elkaar zijn. Geef ons woorden en misschien ook luisteren in de stilte. En samen bidden we de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben en vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de kracht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. U hebt gezien, u kunt uw gave voor de stichting In Lia overmaken op de nummers die in de orde van de dienst staan. We gaan ons slotlied zingen, Psalm 62, vers 1 en 4. Thank you.
Als we straks naar huis gaan, mogen we ervan overtuigd zijn dat God ons nabij is met zijn zegen. De levende zegent u, hij behoedt u. De levende verlicht zijn aangezicht naar u, hij is u genegen. De levende heft zijn aangezicht naar u op, hij stelt voor u vrede.